Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 22 My Team Career Mode. Mijn naam is Tien Landsgraven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 96. De laatste ronde van het kampioenschap. Helaas ook de laatste video van F1 22 My Team Career Mode. Na deze video stoppen wij ermee en hopelijk kunnen wij het seizoen goed afsluiten met een overwinning. Maar heb je die vorige video gemist, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Dan kan rechtsboven het i'tje. Klik erop, zet die aflevering verschijnen. Maar het allerbelangrijkste is gewoon, ben jij nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 Career Mode content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Ja, hebben tot nu toe bijna alle grote prijzen gewonnen. En kunnen het record van Hamilton gaan verbreken met het aantal punten in een seizoen. Hij heeft er 413. Wij moeten er minimaal eentje meer scoren en dan hebben wij het record veroverd. Dat had u echt niet verwacht. Maar goed, nu is het tijd voor de kwalificatie. En kijken wat dat dan gaat worden. Kunnen we vandaag ook op gelijke hoogte komen met Ayrton Senna met het aantal overwinningen. Totaal volgens mij. Maar goed, dat doet er niet toe. Nu op naar de kwalificatie. Daar gaan we dan. Dan zijn we aanbeland bij Q1 en kijken of we ook door kunnen komen naar het tweede kwalificatiedeel. Als we daar een klein momentje hebben over de curbstone. Auto wat uit balans, maar goed, auto weer gered. En we kunnen weer verder met onze ronde in Q1. De vraag is ook of Jenson Button vandaag mee kan komen. Moet die tweede plek zien te heroveren, maar ik denk dat het heel lastig gaat worden voor hem. De Mameland bij het einde van mijn hopelijk eerste en laatste run in Q1. En kijken of wij ook naar dezelfde tijd kunnen gaan. Dicht langs de vangrail. Laatste bocht nemen wij niet zo best. En dat is wel de snelste tijd met 1.23.793. De Mameland op een P3 in Q1 nog steeds. Button naar de snelste tijd. Kijken of wij die plek kunnen afpakken van de teamgenoot van ons. Hadden daar wel een moment op de laatste curbstone. Heeft ons wat exit snelheid gekost en wat tijd gekost dus. Moeten dat goed zien te maken over de resterende ronde van Q1 nog. Met nog ongeveer 50 seconden op de klok. Excuses. En laten paars in sector 1, groen in sector 2 noteren. Vlag hangt uit in Q1. En dat betekent dat wij de snelste tijd hebben gezet. Jazeker. P1 in Q1. Leuk. Maar goed, we moeten er staan in Q3. Maar eerst Q2. Nog ongeveer 2 minuten op de klok. Ga ik proberen om het met maar 1 run te doen. We moeten een groene ronde neerzetten, anders zijn we uit de kwalificatie, zegt Mark Priestley. Nog ongeveer 50 seconden op de klok. Missen daar de apex bij die rechte knik daar te wijd over de curb. Zo'n auto wat uit balans. Deze ronde is niet goed. Maar hopelijk is het wel goed genoeg om door te kunnen komen naar Q3. Met nog ongeveer 30 seconden op de klok. En dat is een P5 met paars in sector 3. Op een tiende van Charles Leclerc die op P3 is geëindigd. En gaan gewoon nog een ronde erachteraan plakken. De vlag hangt uit in Q2. Als wij doorverwezen zijn naar een P5. Laatste bocht. En dat is een P3 volgens mij. Jazeker, in Q2 goed gedaan. Dan is het tijd voor het laatste kwalificatiedeel. Kijken of wij ook naar de pole position kunnen gaan toerijden in de laatste race van My Team Career Mode. Benieuwd ook waar Jenson Button zal gaan eindigen. In zijn laatste race voor ons. Eigenlijk is het iedereen zijn laatste race. Want ja, na deze race stopt My Team Career Mode dus. En dan moeten we gaan wachten totdat F1 23 uit is gekomen, terwijl we daar even een flinke track limits pakken door gewoon te wijd te gaan daar. En nog ongeveer 50 seconden op de klok. Nog steeds een P10 met nog geen ronde. Waarom? Ik ben pas heel laat naar buiten gegaan.
en kijken of het ook de pole position wordt. En dat wordt P2 op een tiende van Liam Lawson. Ingenieur is blij, maar wij zijn niet blij, want wij moeten gewoon naar de pole position kunnen gaan toerijden. Daar plakken wij er nog een ronde achteraan met paars in sector 1, groen in sector 2, inmiddels een P3. Nog eens voorlopig naar pole position, maar die pakken wij af. Jazeker, wij pakken pole position voor de laatste race in My Team Carrera Mode. Goed gedaan. Zijn 2/10 sneller dan Lando Norris. Jensen Button stelt teleur. Een halve seconde langzamer dan onszelf. Die krijgt het lastig tijdens de race. Kan ik nu al voorspellen. Maar goed, wij zijn van pole position. Goed gedaan. En is het op naar de laatste race voor My Team Carrera Mode. En dan zit de serie erop. Aflevering nummer 96 gaat beginnen. Daar gaan we dan. It's time then for one final race in this year's Formula One World Championship. 2010 saw four drivers in contention for the title coming into this race, with Sebastian Vettel prevailing to become the youngest world champion today. Is the one last sting in the tail awaiting us today? It's time to find out in the Abu Dhabi Grand Prix. The drivers will be racing here at Yas Marina Circuit through 21 corners and a lap distance of around 3.4 miles. There are a few opportunities to pass, with long straights and DRS zones in two places, turns 8 and 11. Plenty of close racing then, plenty of speed and plenty of drama to be found in the laps ahead. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. The Professor lines up on pole position and Lando Norris lines up alongside. Looking at the rest of today's grid, we have Liam Lawson, Leclerc, Jenson Button, and Tsunoda, Gasly, Mick Schumacher, Latifi, and Fernando Alonso, Joe Drugovich. They'll be starting further back after an earlier grid penalty. Esteban Ocon and Sainz, Tictum, Teo Porcher, George Russell, and Richard Vasseur, Stroll, Oscar Piastri, Magnussen, and Robert Schwartzman. It's almost time for the lights to go out, so let's head down to the track where preparations are underway. It's race day yet again, and joining me for a chat, Anthony Davidson. And our racers are certainly in for a rough day today. What will you be watching for as they go down into turn one? Well, the start of the race is always one of the most nerve-wracking parts. You have to hope that everyone is able to get off to a clean start, and this is possibly the trickiest part of the entire race. So many drivers in such a small space, and finding your braking point into turn one as well. It's a testament to the driver's skill that there aren't more incidents. Okay, we've already won the championship, so just relax and go and enjoy this race. You deserve it. Hebben dus het kampioenschap al lang binnengehaald en moeten dus nu gewoon van deze race gaan genieten, zegt de ingenieur zoals altijd. En ja, hopelijk kunnen we ook gaan genieten van deze grote prijs. Hopelijk dat Jenson Button nog tweede kan worden, maar die kans acht ik heel klein. Eén stopper, medium hard is de strategie. Het wordt gewoon een saaie wedstrijd, kan ik nu alvast gaan verklappen. Maar eerst op naar de formatieronde. Die is onderweg. Nou, remmen en banden even flink opwarmen. En dan gaan we zo meteen beginnen voor de wedstrijd. Als we hier dan iets te veel op het gras gaan. En nu zijn die banden wel heel erg opgewarmd. Jazeker, nog een keer een spin. En zakken helemaal terug. Geen probleem. Want iedereen stopt daar achter mij. En kijk maar, die banden en remmen zijn nu wel op temperatuur. Dus dat hoeven we eigenlijk ook niet meer te doen. Nu is het gewoon de posities even goed zien te maken. Heel veel mensen gaan inhalen. En dan gaan we zometeen ons opmaken voor de allerlaatste race in My Team Carrera Mode. Gasti daar even mooi voorbij. Het is maar een formatieronde, maar goed. Altijd leuk om te zien dit. Pakken even daar slim. Wie was dat? Geen idee wie dat was. Jensen Button ook gezien. Daar hebben we Leclerc, dan Lawson en dan Lando Norris. En nu is de vraag, komen wij goed of slecht in onze gridpositie terecht? Antwoord is... Jazeker.
prima in onze gridpositie terechtgekomen. Nu is het wachten totdat de laatste auto bij zijn positie is aanbeland. En dan gaan we gewoon beginnen voor de allerlaatste race in My Team Career Mode. Aflevering nummer 96. Een record aantal video's over My Team Career Mode. Dat komt nu ten eind, want de lampen gaan aan voor de grote prijs van Abu Dhabi. De laatste video van My Team Career Mode is onderweg en komen prima weg, jazeker. Norris al beter weg, daar zit Liam Lawson aan de buitenkant. Maar wij remmen laat en houden die P1 positie, jazeker, goed gedaan. Button naar P5, Leclerc naar 4, Norris naar 3, Lawson op P2. Wij dus aan de leiding in de grote prijs van Abu Dhabi. Wat kan Liam Lawson hier? Kijk naar de buitenkant. Niet zoveel. Kan niet zoveel. En nu volgt dat rechte stuk waar wij zo snel zijn. Waar de AI ook sneller is eigenlijk. Gaan nog gelijk van lijn wisselen om. En de toe te breken om. Ja, slipstream van Lawson niet te gunnen. Dat mag gewoon niet. Moet gewoon niet kunnen. En wij remmen gewoon keurig naar de eerste bocht toe. Daar zit wel. Daar zat Norris trouwens te kijken. Maar kon er net niet voorbij. Wij behouden P1 in de openingsronde van de wedstrijd. Dit is ronde nummer 3 van de race. Als iedereen nog rijdt in de competitie. Paars in sector 1 en 2, jazeker. Gaan dat snelste raceronde van Lawson afpakken. Dan wordt hier sector 3 een uitermaat sneller sector dan ja, F1 2021 natuurlijk. Jullie kennen het al, want ik upload dit nu al ruim 6 seizoenen. Dus ja, de baan is gewoon veranderd. Veel beter in mijn optiek. Jammer dat ze dat in F1 2021 niet hadden gedaan. Maar goed, het is wat het is. 1:26.167 is de snelste raceronde tot nu toe in de grote prijs van Abu Dhabi. Button nog steeds op P5, gat is 4 seconden. Gaat zo niet de tweede worden in het coureursklassement. Dus moet een tandje bijzetten om er nog iets van te kunnen bakken en maken. Ronde nummer 5 is het. Als het daar geel is in sector 2. En volgens mij valt Jensen Button uit. Jensen Button kan die tweede plek wel vergeten. En moet nu ook oppassen voor Yuki Tsunoda in het coureursklassement. Omdat Tsunoda op P5 rijdt. Button nu 0 punten pakt. Pijnlijke afsluiter voor de enkelvoudige wereldkampioen. Jammer, maar helaas. Button dus uitgevallen. 1 uitvaller dus in de 5e ronde van de wedstrijd. Leclerc op 2.6. En Norris is hem voorbij gegaan. Jazeker, in de ronde nummer 5. 3.1 inmiddels. Het gat naar Lando Norris. Herhaling van wat er is gebeurd met Jensen Button. Rijdend op P5. Reed dus in de punten, had hier DRS van Liam Lawson. En ook Yuki Tsunoda zat trouwens met hem mee te kijken voor een aanval. Wij rijden al flink weg van Lando Norris en daar is het dan gedaan met de auto van Jensen Button. Ik denk dat dat een mechanisch probleem is, geen motor. Want ik zie geen ploffende rook achter zijn auto. Ik denk meer een component van de power unit die ermee is uitgescheiden. En daar parkeert Button zijn auto bij een Marshall. Jammer, maar helaas. Ronde nummer 14 is het alweer. Als ik naar binnen ga voor mijn laatste geplande pitstop van de dag, gaat naar de harde band. En wil hier de race op proberen uit te rijden. En dan misschien nog in ronde nummer 27 naar de zachte band te duiken. Voor een verbetering van de snelste raceronde. Die hebben wij op onze naam staan met een 1:26.167. En duiken dus naar binnen in ronde nummer 15 naar de harde band. Liam Lawson, Yuki Tsunoda duiken allemaal mee naar binnen. Ook hetzelfde op Pierre Gasly. En Felipe Drugovic duikt ook mee naar binnen voor de harde band. 2.5 is de pitstop en komen denk ik achter Pierre Gasly de baan op. Nee, want Gasly gaat gewoon nog naar binnen. Hij sprong eventjes, dus ik dacht even dat hij doorreed. Maar blijkbaar dus van niet. En we zitten over de helft van de grote prijs. Nog 14 rondes te gaan in de race. Het gat naar Norris is 4.4.
En moeten dus nu die harde band op temperatuur zien te krijgen. En dan weer wegrijden van de jonge Brit en Charles Leclerc. Ronde nummer 16 is het als we even groen in sector 1 en 2 noteren. En dat betekent een snelste raceronde. Jazeker, met een 1.25.355. Het gat naar Norris is 6.7. Naar Yuki Tsunoda inmiddels 10.5 seconden. Het gat wordt alleen maar groter en groter in de wedstrijd. En nog 12 rondes te gaan in de race. Eén uitvaller dus, Jenson Button. De rest rijdt nog gewoon rond op het circuit. Ronde nummer 27 is het. Als de zon is weggezakt en we gaan naar binnen voor de zachte band. Dat wordt dan ronde nummer 28. We gaan proberen dat snelste raceronde te verbeteren. En hopelijk dat wij net voor Norris weer de baan opkomen. Het gat naar Leclerc is ook 18.8. Naar Norris 18.2. In pitstop duurt hier ongeveer 20, 21 seconden. Dus met wat geluk kunnen we er net vol blijven. Maar goed, dan moet de pitstop wel heel goed gaan. Moeten wij hier nog iets kunnen pakken wat secondes goed kunnen maken. Terwijl het geel is in sector 2. Omdat er iemand gaat uitvallen. Een Ferrari coureur van Nicolas Latifi die daar uitvalt in de laatste wedstrijd van het seizoen. Kom me bekend voor. De pitstop. 2.5. Naar de zachte band. Norris en Leclerc komen nu bij start-finish en gaan P1 en P2 afpakken. Jazeker, Norris is er voorbij. Leclerc is er voorbij. Het voordeel is dat wij vlak achter die jongens komen. En met die zachte band kunnen wij een aanval gaan wagen op die twee. En daar zitten we te komen bij Charles Leclerc. En daar duiken we bij Lando Norris naar de binnenkant. Jazeker, 2-1. Goed gedaan, hier gele vlag, want er mag niet worden ingehaald. En dat betekent dat wij de leiding weer hebben veroverd met nog één ronde te gaan in de race. Goed gedaan. Goede inhaalactie. Leclerc gaf gelukkig mee. Wij laten even paars in sector 2 noteren. Ondanks die gele sector. En dat gat naar Norris is inmiddels 7 seconden. Herhaling wat er is gebeurd met Nicolas Latifi in ronde nummer 27. Ik denk gewoon op dat rechterstuk dat er ook daar iets niet goed is gegaan met de Canadees. En daar is het dan al gedaan. Ik kan niet zien of het een motorisch probleem is. Ik denk echt een power unit. Met motorisch probleem bedoel ik dat een Ferrari motor het niet doet. En de power unit bedoel ik met de componenten van de power unit die het hebben opgegeven. Aan boord bij Charles Leclerc. Wat hij hier zag, Norris reed aan de leiding. Wij zaten in de slipstream en keken zometeen naar de buitenkant. Hebben daar meer snelheid remmen later dan de motorgas. Leclerc probeert nog mee te sturen. Lukt niet. Want snijdt die bocht daar af en moet die positie overlaten aan Lando Norris. En zo pakten wij de leiding in ronde nummer 28 van de race. Leclerc kan hier niet meekomen met Lando Norris. Moet het doen met P3 en dit zag de leider in de wedstrijd toen, Lando Norris. Wij vallen daar aan de binnenkant in één keer aan uit het niets. En we raken elkaar ook, maar goed, dat geeft niks. Hebben geen tijdstraf gekregen. En zo moest Norris genoeg nemen met P2. Terwijl Latifi daar even uitviel in de wedstrijd. En Norris kan hier niks. Ondanks met DRS. Kan daar helemaal niks. En we zitten in de laatste ronde van de race. Ronde nummer 29 alweer. En dan gaan we het seizoen in stijl afsluiten. Dan gaan we My Team Keremoet in stijl afsluiten. Pakken de volledige score. Wat betekent wij hebben ook het record aantal punten afgepakt van Lewis Hamilton. We hebben 414 punten behaald. Hamilton had er 413. 1 puntje meer gescoord. En een dominant seizoen komt ten einde. Een dominant My Team Career Mode komt ten einde. En is het op naar F1 23. Race win! That is the race win! You've been amazing today, mate. You deserve that. Well done. That's it then. They've taken the win here as we wrap up another fantastic Formula 1 season. So, Anthony, what made the difference out there today?
I'd say it was down once again to good, consistent driving, nailing the corners, working to the track conditions and perfecting the team's strategies. They got all of these things right today and the results speak for themselves. I'm thoroughly exhausted after the excitement of the race, but I'm sure it's nothing compared to our drivers here. They've worked hard to make it up there, and it's great to see them make their way out onto the podium. We hebben dus de uitslag van de wedstrijd. Wij hebben het de grote prijs van Abu Dhabi met al snel het race-onderpunt goed gedaan. Norris naar P2, Charles Leclerc op het podium, Liam Lawson 4, Tsunoda 5, Gasly 6, Mick Schumacher 7, Drukovic 8, Russell 9 en Alonso pakt het laatste punt voor Alpine. Button enige uitvaller helaas. Dat betekent hij zakt naar P6 in het eindstand. Klassement en wij zijn kampioen met 414 punten verschil. 1 puntje meer gehaald dan Lewis Hamilton in 2019. Dus ja, hebben dus het record in handen van het meeste aantal punten in een seizoen. Team acclaim is gewoon goed. Level 28 het team, level 22 mijzelf, level 16 Jensen Button. Alle sponsoren dus behaald, $1.87 miljoen erbij gezet. $87.000 erbij, 13.000 het Button misgelopen door schade. In totaal op de bank is het $33.90 miljoen. Goed gedaan, maar goed, daar kunnen we helemaal niks meer mee. Want ja, ik ga deze video en My Team Remote afsluiten, mensen. Ik hoop dat je genoten van deze serie. Heb je genoten, beloon dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de aflevering dan. En vertel me ook waarom jij hem niet leuk vond. Met nu mijn gamekanaal. Abonneer dan voor meer wekelijkse game content. My Team Remote zit er officieel op. Geen nieuw seizoen meer, dus op het scherm zie je nu de hele playlist waarin je alle 96 video's nog even kan terugkijken. En like ze gewoon, dislike ze, mij maakt niet uit, doe ermee wat je wil. En ja, volg me ook even op de sociale media, mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Dit was Janan mensen, tot volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ga verder met meer Formule 1 content. Misschien kunnen we F1 2010 weer oppakken, misschien kunnen we wachten tot F1 23, wie weet. Maar tot nu toe is het vooral voor mij. Dank voor het kijken naar deze serie. En tot de volgende zou ik dan zeggen.